Maar jongens, hebben jullie het al gehoord? Nee. Bij André van Duin staan 35 koeien in zijn tuin. Oh, koeien in zijn tuin? Wat een show is dit. Ja, ik heb altijd wat. Mijn hele tuin legt plat. Mijn gras is naar zijn moer. Ik ben in rep en roer. En oh, wat maken ze toch een lawaai. Mijn hele tuin is één grote koeienvlaai. Zit ik s'avonds niks vermoedend voor de buis. Voor de buis. Vrije avond niks te doen, dus lekker thuis. Lekker thuis. Niemand kon me rust verknoeien toen ik plotseling hoorde loeien. Staat er 35 koeien rond mijn huis. En zo'n kudde hou je echt niet in bedwang. In bedwang. Al ben ik van huis uit helemaal niet bang. Koeien die alleen maar kunnen loeien, heb ik liever nog dat paard weer in de gang. Er staan 35 koeien, hoor die krijgen loeien. En mijn gras vergnoeien, heel mijn tuin ligt volledig in puin. Oh, en je hebt alleen één voordeel hoor. Zeker. Ja, je hoeft er nooit geen mes meer op te gooien. Dat kan ik. Ja, het zal je maar gebeuren, waar of niet? Dat je plotseling in je tuin zo'n kudde ziet. Waar eerst nog madeliefjes bloeien, staan nu 35 koeien. Zeg maar dag tegen je krokus en Margriet. Ik hou van dieren, dat is algemeen bekend. Maar dat vergeet je heus op slag op dat moment. Ze hebben alles opgevreten en de boel ondergescheten. Maar die boer zei ach, daar raak je aan gewend. 35 koeien, hoor die krijgen loeien. En mijn gras verknoeien, heel mijn tuin ligt volledig in puin. Oh god, wat een kijk die koeien nou, dat is toch niet te geloven wat ze allemaal neergooien. Laat ook alles maar lopen, hè, dames. Hallo, mevrouw, doe die staart eens naar beneden. Ik heb er zat van, doe die staart. Ik roep de hele dag.